Ik ben Lutgaard. Ik heb een tweedehands kinderkledingwinkeltje. Al 21 jaar. Heel fijn, heel leuk om te doen. En hoe zijn jullie juist ontstaan? Ik had twee kleine kindjes op de crèche. Toen ben ik gestopt met werken, omdat het te veel was, de kindjes op de crèche. Maar dat was al snel... toch iets willen doen. Zodoende binnen dat een jaar verder was, ben ik hiermee begonnen. Aan huis ook. Eigenlijk riskeerde dat niks. En dat is van een hobby een job geworden. En wat maakt u nu net eigenlijk zo speciaal of anders van de rest, dan uw concurrenten? Omdat we heel leuke en goedkope kleding hebben. Ook veel merkkleding. Maar dan aan een heel goedkope prijs. Het is wel zo dat die natuurlijk van vorig jaar of het jaar ervoor zijn. Maar de prijs is heel laag. En dat is het leuke. En wie is nu eigenlijk hoofdzakelijk uw doelgroep op wie u zich richt? De mensen met kinderen uiteraard. De meeste van de klanten zijn ook gewoon de tweeverdieners. Het is dus niet als dat voor de minder bedeelde mensen is, zal ik maar zeggen. Absoluut niet. Het is gewoon een leuke aanvulling bij andere kleding die je wel in de boutique gekocht hebt. En wat is nu eigenlijk voor uw vriendelijkheid? Dat begint al gewoon met een goede morgen of een goede middag. Dat is het allerbelangrijkste al. En een dankjewel en een alsjeblieft erbij. Een korte babbel met de mensen. Ik probeer ook heel erg de namen te onthouden van de klant. Ik doe mijn best, maar dat lukt natuurlijk niet van iedereen. Ook de kindjes aanspreken die dat erbij zijn. Eventueel even, als ze wat vervelend zijn, de kindjes even opvangen als ik er de tijd voor heb en de mogelijkheid. En zoiets wordt geapprecieerd. En wat vindt u nu eigenlijk van handelsgids? Waarvoor gebruikt u het juist? Het is een mooi concept om reclame te maken. Als je de naam van de winkel intikt, dan komt er sowieso eerst bij handelsgids uit. En die geeft ook nog links naar andere sites. Wat met onze zaak te maken heeft, maar ook met totaal andere dingen. Ja, dat is mooi.